Hollanders met inbound naar Romanauskas. Afgelopen wedstrijd was er voornamelijk veel kritiek op de trage spelopbouw aan de kant van Bonaar. Kijk dat vandaag anders is. Daar wordt Theo John gevonden in de pick-and-roll. De Hollanders met de bal in de hoek. Net te hard, rebound gaat naar Theo John. Heerlijke rebound, bal naar Jordi Kuiper. Die mist die bal natuurlijk niet. Linkerhandje Jordi Kuiper. Handoff daar naar Krips. Krips. Van de Vuurst legt de bal erin. Even de topscorers aan de kant van Suns. Deed het keurig. Naar de handoff. Romanauskas weer naar links. Doet hij graag naar de ring. Romanauskas met zijn rechterhandje. Had natuurlijk een vrij wat mee verwacht. De Verenigde Staten, zelfs in de Southern Conference, de SoCon. Uiteindelijk zo'n flood. Krebs. Heerlijke upgrade voor de ploeg die waar hard aan gewerkt wordt. Onder meer door technisch manager Thomas Koenis. Die kennen we hier nog wel. Outlet pass nu naar Mix. Hopstep. De score telt. En een bonus. Langs Gabovsek. Pick pop. Gabovsek naar Hollanders. Neemt hij jumpshotje daar? Nee. Vindt hij Gabovsek staat helemaal vrij. En die bal is raak. David Gabovsek voor 3. Krebs met Wander Koopman. Halman nog op het veld. Van de Heijden. En de steal. En dan komt de Duncan. Yeah, daar is hij. Achterste voor een Dakota Quinn. Reverse dunk. Dat was Daniel Nelson. Drietje hier. Wederom tekort. Er komen een hoop ballen tekort aan de Helderse kant. In dit geval was Krebs. Romanauskas wil de pick-and-roll. John zoekt hem, vindt hem ook uiteindelijk. Hollanders paast de bal naar buiten. Romanauskas gaat weer naar de ring. Gaat er heel ver naar buiten. Hollanders die neemt het drietje. En schiet hem raak. Sander Hollanders. Gelijkwaardig gestets. Allebei 16 rebounds bij de teams. Donner dus meer blokjes en minder turnovers. En Jordi Kuiper opent zijn rekening in het tweede kwart. Op assist van John Mix. Daar waar Donner is blijven hangen op 9 assists. En dan laat Kuiper Romanauskas zoekt en vindt Pierre John. Die vindt de snijdende Sander Hollanders voor 2. Aanvallend begint Dona prima aan. Weer een hele hoge hedge daarvan. John die weer terug moet en dan moet Kuiper roteren. En John is daar voor de helpside. Net op tijd terug. Maar nee hoor, dat is of het voor hem werkt dan werkt het. Koopman past door. Verhallen vindt daar low, maar vindt hem toch niet. Dan zat Mieks tussen met de bal naar Sander Hollanders onder de ring door. Keurig gescoord Sander Hollanders. 14 puntjes, 43-30. En nu verdedigt Donaar, zorgen dat die voorsprong uitloopt, uitgebouwd wordt. Flut naar de ring, legt die bal erover. Goede rebound daar en die bal wordt er ook overgelegd. Mieks uiteindelijk naar Romanauskas. Op de voet die paas. Hollanders is niet de meest atletische speler in de Eredivisie. Die kan hij wel niet vangen. En dan moet je schieten. En dan heb je gelukkig wel raak. Dat is het eerste drietje van de avond voor. Beter dan de laatste thuiswedstrijd tegen Leeuwarden, waarin ook werd gewonnen. Nou, dat is ook gewoon een kunst, slechte wedstrijden winnen. Halman daar met hoekje tegen Mix. Die is Mix nu in de post-op. Vindt dat de Fungi. Die gaat niet schieten, die gaat drijven. Dat kan hij wel. Maar vindt dan niemand als drijft. Met geluk op die bal bij de Dakota Quinn. Flat met de bal, 8 puntjes. Loopt daar een back door. Simpel, give and go. Paast de bal door, die wordt geblokt. En daar is Dakota Quinn met de bal. Gabrovsek vindt hij de hoek. Hollanders moet gewoon schieten. Dacht de fout mee te krijgen, maar dus ook prima. Die bal valt erin. Er zat nog iemand aan, is bijna eigen scoren. Maar hij telt gewoon van Sander Hollanders. En die staat op 18 inmiddels. Zuidema in de post-up. Gaat hij zelf. Van der Heijden. Verdedigt hem, die is minder sterk. Zuidema met zijn linkerhand. En wie is daar voor de rebound? Dakota Quinn. Maar nu dus verdonnen. Sander Hollanders voor 3. En die raakt niks. Maar ja, dan staat er altijd nog Dakota Quinn. Die daar natuurlijk gewoon gefout wordt. Maar is ook niet de grootste natuurlijk. Gaat, drijft wel, gaat naar links, paas naar buiten en daar moet geschoten worden. En dat gebeurt prima. Job Kajan, makkelijk liggen, kan weer naar binnen. En die vindt er door doorgepaast. Heel goed. Kjeld Zuidema paast door naar de Dakota Quinn.
fluit. Vind Koopman, die kan dit. Achter de ring, Midra, Kabelschik naar de rebound en heeft hem. Vind ik een prima wedstrijd hierop. Keurig blijft staan, is natuurlijk niet heel zwaar, ook niet heel sterk. En dat is lopen. Niet gecalled. Van de heen naar de ring, het is wel... Hoort in een stotenbaas voor dit, niet heel mooi, maar echt grote krachten. Ramanauskas en Mitch op de bank nu, terwijl Zuidema die ballen wel inlegt. Heerlijke spin van Verlaaien. Fluit. Ja, en daar een keurig. Kutten van Leiden gevonden met een dunkje. Zo kunnen we het toch wel doen. 7 punten ook al nu. Op onze wedstrijd met een dramatische 3 punten, maar hij heeft het aardig gesteld. Kuiper vindt daar in de post op de grote Quinn. Tegen Koopman, dan is Quinn gewoon sterker, groter en beter. Hoe de uitslag nu uitvalt, even werken naar je rotaties en het lekkere gevoel. En misschien een dunkje hier en daar. Dan maar naar ons kast. Nee hoor. Leer. Met de linkerhand. Donner heel klein nu. Neem het schot maar. Koopman inderdaad veel te een van die kleintjes. Maar klein in de verdediging bedoelde ik meer. We staan niet op de 3-punten te verdedigen, maar meter erbinnen. En dat maakt het hele dat leek me lopend, maar niet gefloten. Dus kan voorhanden wel van inleggen. Nog steeds niet 100%. Ook flink ingepakt die voet, maar... Komt langzaam weer in vorm en kan dan van grote waarde voor de Donner zijn. Mist wel zijn tweede vrije worp hier. Vooral vanwege dat wat hij doet als hij de bal niet heeft. Praat veel, rebound goed, stuurt mensen aan. Gewoon een slim met basketbal. En die heb je nodig in zo'n team. Een heerlijke paas hier op John Meeks. Het leepje, echt in al gedaan. 69-45, Donner richting de 70. De Helder op 45. Oeh, een beetje hero defense daar. Flat met het pull-up jumpetje gaat ook mis. Valt ook maar heel weinig bij Den Bosch, maar bij Den Vooral met de inbounds, Melo. Ja, die kan dat blijkbaar ook. Kan je nog meer doen in deze wedstrijd dan een geforceerde 3-punter. Best verhaal helpt dat natuurlijk niet. En dat ook niet. Rebound Zuidema. Benieuwd of Tone daar nog een schot gaat nemen. Maar een hele goede voorkort pressstiel van Verhoorn. Keurig gedaan. En ja hoor, de 50 gaan ze halen. Want die bal valt binnen. En er komt een vrije worp. En het relevant is er niet meer. Kijk, dat gebeurt nu dus ook. Gewoon naar Theo John. Meeks naar de ring nog een keer. Ja hoor, heerlijke dunk daar van John Meeks. Zuidema nog één keer naar de Tunzi. Die paast die bal uit. En zo komt hij naar deze wedstrijd. Donner wint. 75-51.